Goed, we zijn hier terug met een extra nieuwsflash vanuit het regenboogstadion. Joost, ja? Wat is er hier vandaag gebeurd? Wat is er hier vandaag gezegd geweest? Oh, niet veel, hè. Niet veel. Het initiatief was goed, maar daar rond een boom draaien, dat is het ding. Heel tijd. Wat is er precies beslist vandaag? Ah, ja, wat is er beslist? Ah, ja. Dat is slecht, want ik ben er procent voor in dat ze het proberen van doen. Maar... Kan zo de Kuiper bij het spel gezet worden? Nee, zeker niet. Dat is jammer een hoofd, jammer een hoofd. Ga je een aandeel kopen, Joostie? Zolang dat jij hem hier zet, niet. Ja? Hoi, ja. 500 euro als je het niet vindt. Doe maar op ijs niet. Joost, nog geen euro. Die nieuwe hobby, kom er afstand dichterbij. Wat hobby? Kantklossen. Kantklossen. Ben je al bezig met de voorbereiding? Ja, ja, ja. Pindring. Met de voorbereiding voor kantklossen. Allee, het is wel eens een goed initiatief dat ze doen van de supporters. Ben ik ook wel. Voor een handje te komen, echt ook haalbaar. Weet het niet. Mijn minder supporters hoeven kan niet meer genoeg. Zou je nog iets wel zijn die Patrick te kijken? Moest dit per ongeluk maar zien? Ja, want ik kijk tot en ik kijk van Joost. Ja, dat die moet goed volgen. Ja? Zo simpel is het. Anders niet. Kan hij nog wat doen voor zout te worden? Misschien is het gewoon een transfer van de jongen. Dan is die toch weer met heel veel boel te vreuzen. En je ambitie is Joost in bestuur gaan zetten. Weg in bestuur? Dan is hier heel veel vragen voor de Joost in bestuur. Ja? Joost, die weet. Ambitie en nee? Nee. Spanning meer terug? Met ambitie en we van vrienden blijven werken vandaag in het werk. Als Joost allemaal zonder naar de voetbal kunnen komen, zijn we allemaal content. Ja, ja. Maar ja, dat we dat horen hebben. Niet naar Oostende, hè? Niet naar Oostende. Niet naar Oostende of naar dingen. Ja. Zijn nu wel zonkers te groepen van Oostende? Ja. Kijk, het gastplein hebben we een beetje Oostende uit de beach. Vind je roe of ooit? Waarom uit de beach? Ja. En nu toen ik aan een match went in Brugge aan Anderlecht. Ja, dat zei ik. We willen ze aan afdruk in de uitskiedelijk van die jaren wist. Maar waarom moet hij 2 miljoen de rest doen? We spelen gemiddeld onder 10 euro Europees. Ben je dat meer opgevonden? Waarom moet je... Ah, de voorzitter van de Klauwaard staat hier ook bij ons, meneer Maurice. Goedenavond. Goedenavond. Wil dat vertellen, op hetzelfde hier? Tuurlijk, ja. Meneer Maurice, wat weet hij van heel verhaal hier van Dolle vertellen? Geloof je erin? En heel die stoere historie dan de supporters de club van overpakken? Ik geloof niet dat we op die manier Patrick de Kuiper kunnen buiten spel zetten. Ja. Even in voetbalterm te blijven. Ja. Maar ik vind het wel een grote stap in de goede richting. Dat we toch een beetje meer gaan weten wat er gebeurt binnen de club. Dat we dan eventueel via de supportersfederatie en met de inkoop van aandeel toch wel iemand in de raad van bestuur hebben. Ja. Maar natuurlijk, als je nu hoort dat de Kuiper eigenlijk al nu werkt met een geheime agenda, en welke mate gaan we toch op die manier kunnen weten wat er gebeurt. Zou je zelf bereid zijn van een naam die te doen als ze weten dat Patrick de Kuiper in worden gekregen? Dat hangt er vanaf als ze dan de statuten kunnen veranderen. Als ze de statuten kunnen veranderen zoals dat de Heert... En wat meer brengt dan... dat Heert vertelt, hé. ...hebben Belfius. Nee, je mag dat niet op antwoorden. Dat is weer een moeilijke vraag. Ja, maar ja. Dat is een strekvraag. Dat is die schuif. Nee, maar ik zou een aandeel kopen inderdaad. Als ze de statuten kunnen aanpassen, als ze zeggen van kijk, er moet 100% meerderheid zijn bij de aandeelhouders voor een beslissing door te voeren, dan zonder probleem. Maar ik geloof niet dat Patrick de Kuiper zo dom zou zijn om dat eigenlijk te gaan accepteren. Want dat wil zeggen dat zijn aandeel serieus in waarde gaan zakken.